Eigenlijk heeft Maarten van Rossum met de in opspraak geraakte Johan Derksen helemaal niet zo'n moeite, maar diens collega René van der Gijp kan hij echt niet uitstaan. Maarten is twee keer te gast geweest bij Vi, maar het tweede optreden is hem zo slecht bevallen dat hij Vi boycott zolang René er aan tafel zit. Hoe staat Maarten in de ruil rondom het kaarsverhaal van Johan? Ik vind het nou niet zo'n geweldig onderwerp. In principe vond ik Johan Derksen, die ik wel eens geïnterviewd heb, wel een aardige man, die serieuze belangstellingen heeft. Hij weet met name veel van de Verenigde Staten en de muziek van de Verenigde Staten, zegt hij in zijn podcast. Hij vervolgt, maar Johan Derksen is natuurlijk tegelijkertijd ook iemand die het wel leuk vindt om te provoceren. Dat is zonneklaar. Daar komt bij dat hij de pech heeft gehad, naar mijn idee, dat hij dik betaald in helemaal de verkeerde talkshow terecht is gekomen, waar jonge mannen predomineert. Johan verlaagt zich tot de kleedkamerhumor van René, vindt Maarten. De leidende geest van dit bedrijf, René van der Gijp, is zo'n man die nooit ouder is geworden dan 17. Die vindt dat type van grappen leuk en ook dat eeuwige stomme gelul over voetbal. Het is infantiel, vervolgt hij. Het zijn mannen die nooit ouder zijn geworden dan lekker gas geven in de auto, een grote mond, lachen om seks en poep. Het is in feite in essentie een infantiele wereld. Dat is van der Gijp. Dat is een groot kind. René verpest Johan, meent de slimste mens ter. Johan vond het toch weer interessant, het betaalt goed, dat kwam erbij, het ging meestal over voetbal en dat vindt hij ook interessant. Dan krijg je dus dat Johan, overigens wel vrij stompzinnig, dat verhaal vertelt. Het valt in de sfeer van dat programma te beschouwen als, oh, wat een lollig verhaal. Vandaag Inside is volgens hem een treurig programma. De hele context van het programma deugt niet en heeft ook nooit gedeugd.